Life is true, bright and clear, follow me. Jongens, meisjes, het allerbeste. Als je straks de poort gaat, vergeet Sint-Clara school. Leer je les. Dan krijg je les van hun leren. Fijn opletten. Straks hier aan tafel leek het alsof ze in de assemblee zitten. En dan ligt het aan jou. Ga 6 weken lang genieten, ontspannen. Maar pak af en toe ook nog een boek. Hoeveel heb je het al gelezen? Pak de krant. De krant zit ook vol fouten. Maar lees de krant. Volg het nieuws. Je algemene taalkennis wordt daardoor ontwikkeld. Waar of niet waar? Okay. Laat je sms'je aan de kant. We zijn naar de kerk geweest. Als je het parochieblad hebt gelezen, dan heb je daar zo'n derde. De liefde zal weer vallen en opstaan. Maar we willen allemaal anders. De Hindus op een manier, de moslims op een manier. Ja, we kunnen dit altijd blijven lachen. Daarnet hebben we zelf de kinderen straks ook gaan lachen. Maar laten wij samen lachen, samen zijn we hier. Alsjeblieft. En ik hoop dat het straks ook zo stil mag zijn. En dat ik de smile op je gezicht mag zien. God zegen jullie allemaal. Het allerbeste. De Rambarabestere school heeft voor wat geloof 6 toet betreft, hebben we 100% geslaagden. En dat stemt ons blij. En we hebben sponsoring gehad, althans de best geslaagde leerling heeft sponsoring gehad van een aantal bedrijven. En dat is dus de eerste keer dat wij iets krijgen van buiten. En het is niet de eerste keer dat wij de 100% halen. In het jaar 2000 hebben we ook al een keertje 100% gehaald. En deze keer is het wel de tweede keer dat we 100% halen voor wat betreft de 6 toets. Het resultaat hebben we te danken aan ouders, aan leerlingen en aan het schoolteam van mij. En we moeten niet vergeten dat de naschoolse opvang, dat project, het heeft ook geweldig geholpen. Want in die periode, die tijd dan, tussen 1 uur en 5 uur hebben de leerkrachten met de leerlingen onder een hele andere omstandigheid gewerkt, een soepelere omstandigheid, want het was niet meer lesuurgebonden, waardoor de leerlingen leerkrachten wat meer tijd hadden voor hun kinderen, om vooral de zwakke kinderen te helpen. En het heeft geweldig goed geholpen. En ook de meetmomenten die zijn geweest, die hebben ook hun nut bewezen. Want wanneer we vaker meten, hoe vaker we meten, hoe beter we weten van waar de mankementen zijn. En dat kunnen we op tijd bijschaffen, zodat het resultaat toch behaald is van wat wij vandaag hebben, namelijk de 100%. Ik ga nu de best geslaagde naar voren roepen. En dat is meneer Gauris Sanchit. Hij is geslaagd met 55 punten. En hij heeft de best geslaagde en heeft geweldig veel presentjes gehad van de gemeenschap. En hij zelf ook, heeft ook gezegd, dat is stimulerend werk. En bij de meisjes hebben we gehad de Lisa Girat. Die is ook een van de best geslaagden. We hebben nog één, maar die is helaas al naar huis vertrokken. Dat is jammer. Fabienne Jamal. Oh, sorry, Marstico. Fabienne Marstico. Die hebben... Ja, ze hebben 53 punten behaald en ze hebben ook wat van de school gehad natuurlijk en de best geslaagde alleen heeft dan van buiten gehad. En ik wil ook die sponsoren bedanken, want dat is ook een stimulans voor de kinderen om verder te gaan. Dames en heren, meisjes, ook al voor eerst waren we stoppen.